Yo, beste kijkers van de Coolieker Channel, vandaag weer een nieuwe video en vandaag ga ik Just Cause doen. Alweer een hele tijd geleden eigenlijk en ik vond het eigenlijk weer al een keer tijd hoor dat we weer een keer Just Cause gingen doen. En de vorige keer, even kijken, waar waren we natuurlijk eens mee bezig? Oh ja, wij gingen eigenlijk een paar basisjes overnemen, want eigenlijk kwamen we ooit een keer naar dit eiland toe. En we zitten nu eigenlijk hier ook op een beetje een gebied waar we eigenlijk nog helemaal niks hebben. Dit lijkt erop dat het een heel groot vliegveld is. Ik zie hier trouwens ook een vliegveld. Als er ergens een vliegveld is, vind ik het altijd interessant. Want natuurlijk, jullie weten, ik hou van vliegen. Dus wij gaan eens even kijken of daar inderdaad een vliegveld is of wat het allemaal is. Oh. Kijk. Ja, perfecto. Het ziet er naar uit dat het een legerbasis is. En het ziet er naar uit dat het geen kleintje is. Want het is hier links zo. Hoewel, we moeten nog een kilometer. Ik vraag me het echt af. Eén ding weet ik zeker. Als dit de basis die ik wil gaan overnemen, dan ben ik echt zo de klos. Maar we hebben hier meer dingen. En we moeten hier boven moeten wij wezen. Ik ben een beetje bang dat het een basis is. Een hele grote basis. Ja, wat gaan we hier tegen doen? Even kijken. Wat is een goed plan? Waarschijnlijk komen er daar allerlei straaljagers naar me toe. Ik had het over straaljager. Yep, ik had gelijk. Het is een legerbasis. Here we go. Acties begonnen. Go, 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 go. Kapot. Dit moet kapot. Holy damn. We hebben alvast een klein beetje kunnen kapot maken. Holy shit, wat heb ik ook gedaan, joh. Waarom ben ik er überhaupt op ingegaan? Dat had ik nooit moeten doen. Dit is echt no logic voor mij geweest. Dit gaat er overigens een hele klus worden om die over te nemen. Ik denk niet eens dat we dat in één aflevering redden. Want een aflevering ongeveer 10, 15 minuten. Als we het daarin zien te redden om die hele legerbaas over te nemen. Maar chapeau voor mij, maar... Dat gaat hem niet worden, denk ik. We gaan het natuurlijk proberen. Het zou wel nice zijn, maar ik denk dat ik daar bijna een half uur tot een uur over nodig heb. Voordat ik die legerbasis eigenlijk heb omvergeblazen. Laten we het daarop bouwen. Ik ben heel benieuwd. Het is natuurlijk een luchtbasis. En we hebben wel al een van de radartorens weten te destroyen. Hier hebben we er nog één en die wil ik eigenlijk nu destroyen. Is hij gedestrooid of niet? Kom op. Destroy. Hij is gedestrooid. We did it. Yes. Oké, dit is stap 1. We hebben een aantal sniperaars hier. Zeer vervelend. En ja, we gaan alweer dood. Maar je wilt ook niet weten, joh. Wat een terrein is dit. Dit is echt mega huge. Oké, nice. Die is ook kapot. I did it. En ik heel veel dingen aan kapot maken van hem. Dat is natuurlijk ook de bedoeling. Alleen, we moeten even goed kijken en goed opletten wat we hier allemaal doen. Want het is hier al, wat ik zeg, een chaos. Oké, die hebben we neer. Als jij ook even gaat bokken. Zijn er trouwens allerlei jets op en zo, zie ik. Ik hoop niet trouwens dat het jets zijn die ook mij dadelijk willen neerhalen. Want dan heb ik big problems. Ik heb nu al eigenlijk big problems. Maar dan heb ik nog bigger problems, denk ik. Oké, we gaan hier links op. En we gaan de vliegbasis op. En dan zie je al dat hier een aantal poppetjes staan.
En dat betekent weer dat het leuk gaat worden. Want natuurlijk waar popjes zijn is het altijd leuk. Ik weet niet of we hier binnen nog... Oh, hier staat zo'n kei dikke jet eigenlijk. Holy damn. Als wij daar ook zo'n jet krijgen op het moment dat wij... bokken meneer. Op het moment dat wij dadelijk dit hebben gehaald, dat zou eigenlijk wel geweldig zijn. We hebben eindelijk een jet waar we een beetje snel mee... Wat heck? Zie dit wel? Er spawnen hier gewoon jets in ofzo. Ja, je kunt wel zeggen dat dit een legerbaas is die niet zwakjes is beschermd. Maar nu scheelt het. Kijk, weet je, ik weet wat ik doe. Hoppa, bam. Waar dan? Wat? Ze blijven maar komen, joh. Damn. Hoppa, getwekt. Oké, die is dood. En dan gaan we nu naar buiten. Oh shit, ik mis wel elke net. Is hij chill? Daar. Waar is het liggen? Oh, hij had armor aan ofzo. Wat? Uh-oh. We gaan hier nog hele zware periodes beleven tegen, denk ik. Op, ga dood. Ga dood. Ik zeg. Daar. Hij is dus niet dood, hè? He, hij is dood. Oké. Okay. Nee, wat doe ik? Blaas ik mezelf op? Nee. Onnodig doodgaan heet dit eigenlijk. Holy damn. Het is trouwens wel heel vet om een legerbasis boven te nemen, moet ik eigenlijk eerlijk toegeven. Dit is geen saaie legerbasis, dit is een pittige legerbasis. Daar hou ik wel van. Dat vind ik ook het leuke van het spel. Je zet echt een uitdaging in en lekker explosief. Ja, dat zijn gewoon de geniale dingen eigenlijk ook van het spel. Gewoon lekker blow it up. En natuurlijk volop actie. En de actie vind ik het allerbelangrijkste in zo'n spel. Want op het moment dat er actie in zit en het is leuk met humor en allemaal die dingen. Ja, wat wil je nog meer? Ik en niks hoor. Maar ja hoor. Kijk, we gaan erop. Oef. Ik zit me eigenlijk een paar dingen te bedenken. We weten dat hier heel veel spullen staan. Dus we gaan nu in het begin alles eigenlijk vanuit de lucht proberen te doen. Kijk, weet je, hieronder heb je nou ook nog een hele basis. En dat is natuurlijk even het nadeel. Op, get down. Oké, nice. We hebben er weer eentje. Nu gaat die neer. Op. 1, 2. En alles moet sprintend gebeuren. Want het is hier levensgevaarlijk. We hebben hier snipers op ons. Wacht. Als we deze nu. Even kijken. Nee. Are you kidding me? Hebben ze me weer te pakken, hè? Verdorie. En dat zijn er maar twee snipers die daar staan. Dan moet je nagaan, dit is toch maar het kleine gedeelte. Dit is echt waar ze de mensen opstijgen op die plateaus. Dit is ook niet eens waar de tanks waarschijnlijk ronddraaien. Ik weet alleen dat het een legerbasis is. En een zwaar beveiligde legerbasis. Meer weet ik er ook echt helemaal niet over.
Nou, wat ik wel weet is dat ik die hele legerbaas binnen nu en een paar afleveringen helemaal finesto ga maken. Die gaat helemaal down. Allemaal van mij. Want daar houden wij natuurlijk van, hè. Het is allemaal van mij. Hoppa. Wat ik trouwens een beetje stom vind om te zien is dat die terug is geplaatst. Maar dit keer staat hij op het punt om van opblazen weer. Dus we gaan even kijken hoe we dit gaan aanpakken. Ik weet dat hier bovenop snipers staan. Oh, we hebben hem bijna. Here we go. Geen tijd om te verliezen. Die plateaus moeten hoe dan ook neer. Want die plateaus, die zijn ook het gevaarlijkste voor mij. Bam. De rest maakt me eigenlijk ook helemaal niks uit. Kijk, weet je, er staan natuurlijk wel overal wat mensen. Oké, die hebben we. Nou, dan gaan we deze voor mij hacken, denk ik. Ja, laten we dit doen. Ja, dan mogen ze dadelijk komen. Dat betekent eigenlijk als deze dadelijk neer is. Hoppa. Oh, oh. Oh, hier staat trouwens een huge tank, jongen. Shit. Hoppa, bam. Zo doen we dat. Kunnen we die ook neerhalen? Here we go. Check dat ding aan nu. Hoppa, boom. Goed. Hij ze schieten me er gewoon door. That's niet lief. Get down. Ga weg, joh. Ga fietsen. Ik weet niet zo hoog. Dat is één. Ah, die tweede die gaat ook al af. Nice. Hopsakkerij. En wegwees hier. Ja, nu heb ik een tank. Dus nu ben ik gevaarlijk voor hun. Hopsakkerij. Oh. Wow. Stunt bij Gold in de tank. Oh, waarom ben ik ook altijd zo stuntelaar in zijn tanks? Ik kan er eigenlijk ook niet mee omgaan, hè, zonder brokstukken te maken. Oké, okay, we gaan verder. We hebben hem trouwens al bijna, zo te zien. We hoeven, of ja, we hebben hem bijna. Dat is misschien iets overdreven. Maar het is niet zo dat je zoiets hebt van, oh, we moeten nog mega veel. Oh, bijna. Bingo, die was raak. Kom op, we moeten omhoog, niet omlaag. Wat is hier by the way op mij aan het schieten? Schiet echt van alles nog wat op, hè? Ik weet alleen niet vanuit waar. Oh.
Vanuit hier dus één. En nu. Dit is wel echt nice gemaakt. Vliegen. Run for your life. Kom op, explodeer, explodeer. Boom. Ja, hier hebben we ook nog iets wat we moeten hebben. We moeten even heel goed kijken wat we allemaal wel en niet moeten hebben. Oké, die is ook neer. Oh, dit gaat lekker zo. Oh ja, tuurlijk. Hier, alsjeblieft. Als je dit overleeft, jongen. Oh, holy shit, hè. Oh ja. Het enige nadeel is natuurlijk wel dat nu. Ach nee, je hebt er nog één. Zullen we dit allemaal van afstand doen? Leek me een heel goed idee. Oké. Nu vraag ik me eigenlijk één ding af. Zitten hier raketten onder? Nee, ja. Zie al die parasailers omlaag komen, joh. Weet ik veel wat het allemaal is. Oké, here we go. Super veel mensen die via bovenaf nu in één keer omlaag worden gedropt. Holy shit, hé, wat zijn ze hier allemaal aan het doen, joh? Oké, we zijn er al op, we zijn eraf. Mooi. Hier moesten we erg zijn. Ik werd van één kant geraakt, ik weet alleen niet vanuit waar. Ik weet alleen dat wij nu deze ton proberen op te blazen. Oké, deze is opgeblazen. Mooi. Oké, blijven vliegen. Blijven vliegen, daar ben ik het minst vatbaar voor alles wat er hier gebeurt. Blijf vliegen, blijf vooruit gaan. Heel belangrijk. Oeh, we zijn er bijna. Appa. Oh, we moeten toch wel heel wat dingen, hoor. Nou, we redden het niet binnen een kwartier, maar we gaan het vandaag wel redden. Dus tenminste is dat eens bestreven wat ik heb. Oké, okay, nice. Bijna. Bingo. Had hem nu wel of niet? Ja, hij is nu van ons, toch? Ja. En dan blijven we van die gastjes omlaag komen, joh. Ik weet zelf ook gewoon echt niet meer waar ik nu wel en niet moet zijn. Want ik heb namelijk eigenlijk helemaal geen goed overzicht hier over de hele basis niet. Kom op. Vliegen. Kom op, doe wat je moet doen. Kapot. Burn it all. Dit ding is dadelijk van mij. Holy shit. Bam! Ja, ik moet iets, hè. Ik blaas het nu maar gewoon op. Ik weet dat ze anders ook niet.
Misschien dat dit trouwens toch wel een leuke is om proberen in te stappen. Maar ik denk niet dat we dit gaan redden. Nee, we gaan dood, we gaan dood. We zijn al bijna dood. Ah, we zijn bijna... misschien net. Oh, we zitten ook nog in de lucht ook. Holy shit, hoe hebben we dit voor elkaar gekregen? Vooruit niet aan mij. Door wat wordt trouwens nu neergehaald? Er is één ding wat er gewoon aan het schieten is op mij. Oké, en ik zie hem ook al staan. Is dat trouwens de laatste gasfles die we moeten opblazen? Nee, dit is geen gasfles. Dory. En ik dacht dat we zo close waren. Blijkbaar dus niet. We waren minder close dan dat we dachten, laten we het zo zeggen. Hekken, 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 hekken. Ik word neergeschoten waarschijnlijk. Oké, daar is die ook van ons. Nou, ga dan eens even omlaag. Maar nu, we hebben de laatste tonnen nog nodig. Maar waar staan die dingen dan? Dat is natuurlijk de grote vraag. Oké, ik heb er weer één gevonden. Of één. Er zijn er zelfs twee, joh. Oké, nice. Dit hebben we ook al voor elkaar. Maar nu moeten we nog één dingetje vinden. En als we die hebben gevonden, dan hebben we officieel de hele basis. Ik ga toch niet zeggen dat we over dat laatste dingetje een half jaar gaan zoeken. Ik denk het zelf dat we hem zo hebben gevonden, maar you never know it. Dus toch even altijd zoeken. Want hij kan overal staan. Ik denk zelf dat hij hieronder ergens zou staan. Nee, hieronder hebben we alles al opgeblazen, toch? Officieel. Laten we sowieso voor hoger opgaan. Ik denk dat we daar heel erg goed aan doen als we hoger op gaan zoeken. Maar nu is natuurlijk de vraag, waar moeten we precies zijn? Oké, we find it. Hé, moet er nog één? Verdorie. Ik dacht dat we nu eindelijk waren. Nee hoor, we moeten er nog eentje. De laatste. We gaan gewoon vliegend over de basis heen en dan hopen dat we hem zo meteen kunnen vinden. Ja, we hebben hem. Nice. Ik zei toch, we gaan hem deze aflevering gewoon halen. Hij duurde iets langer dan verwacht. Of ja, dan verwacht. Zou het leuker zijn geweest als het ook echt binnen 15 minuten was gebeurd, maar... We hebben het toch netjes gedaan. We hebben weer een basis erbij. Een legerbasis. En vanuit de volgende keer kunnen we hier gewoon veilig starten. Ik zou zeggen voor nu allemaal heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En hopelijk tot de volgende keer.